Richie. Het plan is simpel. El Geffer komt alleen naar het kasteel uit om te praten met madame Kasia. Als we willen weten wat hij zegt, hebben we haar kleren nodig. Het goede nieuws is dat ik weet dat ze op vakantie is en dat El Geffer dat nog niet weet. Het slechte nieuws is dat het lijkt of het Kasia uit vergrendeld is. Je kunt er vanaf de straat niet in. Maar als je op het dak kunt komen... Ah, voor een ninja is er altijd een weg. Oké. Tot aan de binnenkant, Bentley-san. Het lijkt erop dat madame Kasia's outfit zich in die grote glazen kast bevindt. Maar je kunt hier binnen beter niet over de vloer lopen. De bewakers hoeven niets te weten. Natuurlijk zou een kat de ratten storen. Ja. Oké. We kunnen erin via het dak. Maar te zien aan het slotmechanisme lijkt het op afstand te worden bediend. Jij hebt de taak het besturingssysteem te vinden en te activeren. De deur naar de eerste vleugel lijkt open te zijn. Daar is vast een mechanisme. En een heleboel vallen. Dus voorzichtig. Arigato, Bentley-san. Ik begrijp niet hoe Marisanne die outfit kan passen. Misschien is hij erg flexibel. Deze vallen zijn bijna te makkelijk voor een ninja. Ik moet de bom door het circuit leiden voor de tijd op is. Gelukkig is het systeem geprogrammeerd voor gebruik met mijn bewegingssensor. Ik moet hem kantelen in de richting waar de vonk naartoe moet. Oké. Als ik op de toepen recht doe, springt de vonk over het gat naar het volgende snoer. Jemig, als ik van de prins waar wil, is het game over. Daar is de centrale poort. Ik moet hem bereiken voor het systeem afsluit. Outfit regelen van Marisanne. Doelwit gevonden. Agent Hawk gaat naar binnen. Marisanne, wees voorzichtig.
Die kabel lijkt nogal delicaat. Wees niet bang, de Murray komt eraan. Ah! Oké, Murray. Het lijkt erop dat we je vermomming iets eerder moeten uitproberen dan we dachten. Ik hoop dat je nog weet wat we geoefend hebben. Jij daar, wat gebeurt er? Verklaar jezelf! Konnichiwa! Ik ben de heel beroemde Madame Geisha. Laat mij u alsjeblieft vermaken.